Nijmeegse journalist en programmamaker Fons de Poel is geëerd met een Nijmeegse Zilveren Waalbrugspeld voor zijn inzet om de stad te promoten. 20 jaar geleden begon hij met het tv-programma Het Gevoel Van over de Vierdaagse. Dit jaar komt er geen nieuw seizoen, maar een speciale documentaire met hoogtepunten van de afgelopen 20 jaar. Na 20 jaar neemt Fons de Poel afscheid van het programma Het Gevoel van de Vierdaagse. En dit doet hij met een speciale documentaire. Alle hoogtepunten van de 20 jaar komen voorbij. Tijdens de voorpremière van de documentaire stond nog een verrassing op het programma. De Poel ontvangt een zilveren Waalbrugspeld voor de jarenlange promotie van Nijmegen. Ja, ik heb 20 jaar dat programma gemaakt natuurlijk, het Gevoel van de Vierdaagse. Ik heb nu een documentaire vormgegeven en dat was het terugkijken van 120 uitzendingen van de afgelopen 20 jaar. En dat vond ik vermoeiend. Maar ook een geweldig feest. Maar ik heb gezien wat het betekent voor al die mensen. En dat is het ook voor mij gaan betekenen. Ik denk wel dat dit programma ertoe bijgedragen heeft dat de Vierdaagse een nationaal fenomeen is geworden. Het was het natuurlijk ook al een beetje. Maar ik kan me toch ook wel herinneren de dagen dat de Gelderlander deed er veel aan. Maar en een enkele foto in de Telegraaf bij de finish, dat was het ongeveer wel. 20 jaar lang heeft de Poel verhalen verteld omtrent de Vierdaagse. Om dat speciale gevoel vast te leggen. Je kunt het vergelijken met een kroeg. Een kroeg, je gaat een kroeg in en je denkt, hey, Harry is er ook. En met Harry heb je niet veel te maken, maar je weet wel wie het is. Dus het is een soort afstand en tegelijkertijd betrokkenheid. Dus de beste kroegen in Nederland krijgen voor elkaar, wat de Vierdaagse ook lukt, met 50.000 mensen. Dat vind ik fantastisch. Wat is er nou mooier dan kijken naar mensen die zich helemaal suf lopen? Hè? En een beetje lijden, dat vinden we ook mooi. Het hoogtepunt van de afgelopen 20 jaar is moeilijk te kiezen voor de Poel. Maar op dit moment springt er eentje uit. Nou, misschien vandaag wel. Dat er met zoveel liefde over mij als maker wordt gesproken. En dat ik ben uitverkoren om deze prachtige onderscheiding te krijgen. Ik heb het nooit gedaan voor de eer. Ik heb het altijd gedaan omdat ik het leuk vond. En altijd gedaan uit belangstelling voor mensen en belangstelling voor verhalen. En vandaag krijg je hier zo'n heel hulde betoon van alle kanten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, op het laatst moest ik toch wel een traantje tegenhouden.